Eerder in deze uitzending van Luxury TV heeft Arturo mij een gerechtje leren koken. En nu ben ik bij Stefan van Sprang van Aan de Poel. Hij gaat mij de fijne kneepjes van het vak leren. Ja. Toch? Kun je het een beetje? Nee. Oké. Okay. Ik ben een beetje bang. Zien we zo wel. Het is wel aardig wat gebeurt hier, hè? Ja. Ja, best, hè? Ja, meterkast uitgebrand. Ja. Maar daar bleef het niet bij. Nee. Daardoor brandde ook de wijnkamer uit. Het was totaal los. Door roetschade, rook, lucht. Dus ja, alles moest eruit. Gewoon helemaal. In 4 weken zijn we helemaal naar casco gegaan. Dus elk boutje en moertje wat je ook ziet nu, airco, afzuiging, alles is eruit gegaan. Ja. En ook weer in 4 weken opgebouwd. Ja. En nu is het op een gegeven moment gewoon weer business as usual. Nee, ja, niet business as usual. Wij lopen hier echt trots als een pauw rond. Ja. Mijn personeel ook, die hebben alles meegemaakt. Ja. Van de misère natuurlijk en dan gelijk de opbouw. Want ja, je moet 2-3 dagen later moet je gelijk als een mannetje staan en dat gaan regelen. Ja. Die hebben ook alles meegemaakt. Dus ja, die staan hier ook maar zo trots als een pauw. Iedereen komt binnen en zegt wauw, zeg hé. Hey, en als je het hebt over van iedereen natuurlijk een mannetje. Wat voor mannetje, man ben jij in de keuken? Controlfreak, zeker wel. Maar ik geef mijn mannen in de keuken ook heel snel vertrouwen. Kijk, ik heb zelf natuurlijk al die mensen al geworven, dus ik weet hoe ze zijn en wat je in huis hebt. Ik weet wat ik in huis heb. Dus, en elke dag proef ik nog steeds de langoustine en nog steeds een kreeft. Die gasten worden wel eens gek natuurlijk. Gaat die weer? Ja, ja. Maar ja, dat is natuurlijk mijn ding wel. Ja, want waar haal jij dan bijvoorbeeld de inspiratie voor een nieuw gerecht vandaan? En af en toe is het uit de mouw schudden, af en toe begint het bij een bord, af en toe begint het bij een mooie vis die mijn leverancier aanlevert. Ja. Af en toe begint het bij een mooi stukje kingkrab, ja. Kleuren en vormen. Ja, dat gaat in zo'n creatieve mind, gaat dat vanzelf altijd, zal ik zo zeggen. Hey, vorig jaar heb je meegedaan aan M21, waar ja. We met 10 chefs met 21 sterren. We hebben het nu voor elkaar gekregen om er 19 bij elkaar te krijgen met 34 sterren in totaal. Ja, mooi. Met wie kook jij? Dit jaar? Ik kook die dag met Jarno Egger. Dat is echt, vind ik echt een held uit het noorden trouwens. Ja. Daar kan ik ontzettend mee lachen en een prachtige kookstijl. Nou ja, Dennis Kuipers natuurlijk van Vinkelis. Helemaal te gek ook. Dus, ja, en dan nog eentje. Bas van Kraan natuurlijk, van Kraan. De nieuwe chef van de L'Europe. Ja, ook weer niet nieuw, maar bijna een jaartje al. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. De bedoeling is dat jij mij iets gaat leren, wat ik uiteindelijk zelf ook thuis zou kunnen doen. Of in ieder geval de kijkers thuis kunnen. Denk je dat het met mij gaat lukken? Jij bent wel even zo'n handig typetje volgens mij. Ja, ik kan je lult je overal handig in. Maar daar houdt ook mee op. We gaan kreeft klaarmaken. Ja? Een beetje kappertjes, een beetje gebrande ui, maar dan erbovenop, niet er doorheen, zeg maar. En een beetje pekennoot voor de crunch, maar ook het nootaardsachtige. Ja? Een klein beetje Hollandaise, maar dan op Japanse wijze. En wat dat betreft zijn hier echt geen moeilijke ingrediënten bij, dus let's go. Jij ging die kreeft schoonmaken. Ja. Eerst poten eraf en de staart eraf. Heb ik zo goed schoongemaakt? Heb je top gedaan. Wil jij die kreeft hierin doen? Ja, is dit goed zo? Dat is perfect. Helemaal goed. Even roeren. Er zit al een beetje tomatenketchup hebben we daar doorheen gedaan, hè? Ja. Ja? Wat vind je ervan? En? Een klein beetje peper en zout nog. Weet je zo? Beetje deze. Boeddha-vinger, hè? Boeddha-vinger. Waar komt die vandaan, Stefan? Ja, die komt uit de Aziatische landen, de citroen. Die heeft. Ja, moet je maar eens ruiken, joh. Dat is echt zo bizar. Zo, de knetter. Wanneer kom je beginnen? Morgen. Oké. Okay. Precies. Dan heb ik hier een ijsje. Dat is een beetje voor de show. Wacht even. Dat is altijd, zie je eigenlijk altijd al als hier een kok binnenkomt. Kun je eigenlijk gelijk zien of het wat gaat worden. Als iemand zo een spuitzak wordt, dan wordt het niks. Dus ik hou hem goed vast? Nee, juist niet. Oh. Kijk, dit. Kunnen we dat niet opnieuw? Ja, nee, dit is het. En eigenlijk is hij zo al bijna klaar. Dan moet ik nog een klein... Dit is warm, natuurlijk. Hey, dit is warm van dat... Kijk, een kok in de keuken heeft altijd een doek bij zich en die pakt alles vast. Het is warm. Hebben we dat? Dit doen we klassieke beginnersfout, noemen we dat. Deed het pijn? Nee hoor, helemaal niet. Nou, dit is hem. Heb je wat ijs? Ja, kom. Nee. Het duurt nog even voordat de deuren van M34 openen. Want van 6 tot en met 9 december hebben we 4 avonden lang
het grootste Michelin pop-up restaurant ter wereld. 19 chefs met 34 Michelin sterren. Je kunt in ieder geval wel alvast je plaats of plaatsen reserveren via de website van Luxury. Het gerecht wat ik met Stefan heb gemaakt staat ook op de website, samen met de ingrediënten en de bereidingswijze. Nou, niet slecht.